Welkom bij het filmpje over het monteren van de grepper en de lift voor de McQueen. Dit is de grepper. En aan de andere kant hebben we de lift. En de lift is een soort heftruc. Op die manier. We beginnen zo dadelijk met het monteren van de grepper. Nou, hier is de grepper. En wat hebben we daarbij nog nodig? We hebben daarbij nodig twee afstandhoudertjes, koperkleurige afstandhoudertjes en twee schroefjes. Oké, alles even aan de kant. We nemen de McQueen erbij en we gaan even een paar dingen eraf halen. We halen ten eerste even de microbit eraf en we halen de sensor eraf. Die sensor komt niet meer terug, want er is geen plek voor. We gaan twee gaten aan de voorkant van de McQueen gebruiken. Daarvoor hebben we de twee afstandhoudertjes en die draaien we daar op die plekken erop. Op deze wijze. Nou, die twee zijn nu gemonteerd. En dan pakken we de gripper. En de gripper hebben we alvast klaargemaakt. En die gaat weer met schroefjes daar bovenop. Dus gaan we en dan pakken we even een schroevendraaier erbij. En dan schroeven we die daar aan de voorkant erbij. Als die vast zit, dan hebben we de aansluiting. En voor de aansluiting gaan we aan de linkerkant gaan we daar kijken. Daar zie je namelijk servo staan. En dan moet je even goed kijken welke je gaat kiezen. Servo 1, S1 of servo 2. Ik kies nu voor servo 1. En je moet er goed voor zorgen dat het bruine draadje van de servo, van het motortje, naar voren toe zit. Dus het bruine draadje komt als eerste. Die staat naar voren toe. Dan heb je hem goed gemonteerd. Als laatste monteren we dan nog even de microbit. Die zetten we gewoon weer in zijn sleuf neer. En de gripper is gemonteerd. Nu gaan we de lift monteren. Voor de lift beginnen we weer op dezelfde manier. De sensor gaat eraf, de microbit gaat eraf. En we weer op dezelfde twee plekken zetten we de afstandhouders. Oké, als dat gedaan is, gaat de lift op diezelfde plek, wordt hier gemonteerd. Weer met de schroeven. Daarvoor nemen we ook weer de schroevendraaier ter hand. En als we dat klaar hebben, dan kan ook deze draad aangesloten worden. Ook weer op dezelfde plek. Je kiest weer welke je wil hebben. Weer goed kijken dat de bruine draad van naar voren toe zit. En op dat moment ook weer de microbit weer in het sleufje monteren. En dan hebben we de lift, de heftruc, hebben we klaar. Nu kun je ook een combinatie maken tussen de gripper en de heftruc. Nou, daarvoor hebben we de gripper aan de voorkant. En aan de achterkant kunnen we ook twee afstandhouders monteren. En dat moet dan in deze gaten die ik nu aanwijs. En als je die twee pakt, dan moet je de langere afstandhoudertjes pakken. En die komen dan op die plekjes terecht. Daar gaan ze al. En als die twee zitten, dan kan de lift aan de achterkant gemonteerd worden. Daarvoor pakken we weer dit schroefje. En we monteren hem hier op de achterkant. En ook bij dit stukje moeten we weer de draad monteren. Je hebt twee plekken, dus S1 en S2. En deze zetten we op S2 neer. En zo heb je aan de voorkant een gripper en aan de achterkant een liftje gemonteerd.